de nodige spelers. Luc de Jong en de ander die eventueel kan debuteren, Frenkie de Jong. Hier, Prepper en de eventuele debutant, Frenkie de Jong. We krijgen dus in ieder geval een debuut. En het wordt dus wel een mooie avond. Daar staat een misschien wel nieuwe generatie met een half jaar geleden deed. Dus een debuut maken in Oranje. Nu Frenkie de Jong. Komen voor Wijnaldum en Strootman. Toch eigenlijk de eerste kandidaat leek om zondag de plek van Sneijder in te nemen. Geprezen om zijn talent in de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder. En voor de eerste keer hier nog een kans. Het is een schieten nu. Al. Frenkie de Jong. De paas bedoeld voor Babel is een goeie. Gastland. Nou, niet als gastland, maar eigenlijk als land extra erbij. Samen met Japan. Kansen gehad in de tweede helft in ieder geval. Naar die bal van Babel in de korte hoek. En die van Vormer hier dus. Bal van Frenkie de Jong. Komt niet aan. Sneijder in een... Dat dus het WK van 2022 organiseert. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong zet druk en herovert zo de bal. Frenkie de Jong. Dit is de kans voor Memphis. 1-1. Het ziet er beter uit in de tweede helft en deze kans. Sneijder, Blind, Frenkie de Jong. Memphis. Tegen Slowakije en Italië. Nu is er toch genoeg tijd om iets meer te doen. Vanaf gaan met een overwinning. Die hele flank bestrijkt en snel terug is. Promes. Frenkie de Jong. Hupper. Een overtreding. Nog niet zo om op die manier aan spelers te komen. Zeker. Alles gewonnen. Hij zegt. Frenkie de Jong. Hier is hij weer. Frenkie de Jong. Tussendoor weer aangeboden. Frenkie de Jong. Bewegingen kennen we. Frenkie de Jong. Rupper in richting Memphis, maar doorzien. Hens, nee. Hij brengt tempo, de man die nu aan de bal is, Frenkie de Jong. Ze zoeken hem veel, de debutant. En het leek. Nu wat rustiger aan, maar wel de vrije man, gemakkelijk aan. Frenkie de Jong. Na die succesvolle jaren in Moskou. Met veel doelpunten. Nu dus in de primaire. Wat Nederland waard is tegen de kersverse wereldkampioen. Het staat vandaag tegen Engeland sinds hij bondscoach is. Twee keer gelijk en dit wordt dan... Vis. En een goed debuut van Frenkie de Jong. Wat betekent dat voor komende zondag?